Veel mensen durven alles in huilen uit te barsten als ze naar een film kijken. Maar hoeveel procent van de Vlamingen heeft alles moeten huilen tijdens een film van Jan Verheyen? Stemmen kan vanaf nu. En Jan is hier al volop aan speculeren wat het antwoord zou kunnen zijn. Wel, het goede antwoord, beste Jan, is 21%. Dat is niet veel. Het koppel dat nu op de eerste plaats staat en op dit moment dus de meeste kans maakt op een reis naar Zanzibar is Maarten en Ellen uit Herzelen. Ja. 1 op de 5 Vlamingen huilt dus wel eens bij een film van Jan Verheyen. 10% daarvan trouwens zijn mannen. Bij de vrouwen is het 3 keer meer, 31%. Had je dat verwacht? Nee, omdat ik heb eigenlijk maar 1 film gemaakt die echt een heel emotionele film is. Dat is Buitenspel. Mm-hmm. Er zijn bij die andere... Maar het vonnis is denk ik van na deze enquête. Dus ik vind het een best hoog cijfer. Maar ik vind zelf... Het is de eerste film die ik samen met Anna... Enfin, eerste film van mijzelf die ik samen met Anna heb bekeken. Voor de andere film is ze nog iets te jong. Ja. En dat was wel een mooi vader-dochter-moment. Echt? Daar hebben we allebei toch een traantje weggepinkt. Dus in die zin begrijp ik het wel. Je huilt zelf ook. Maar het was heel lang geleden... Een blijdkou, dat kun je niet voorstellen. Dat is echt niet normaal. Ja, serieus? Allee, even dit. Niet overdrijven, maar ik huil makkelijk, ja. Zeker bij films. En ook bij jouw films? Maar bij Buitenspel. Het was heel lang geleden dat ik hem gezien had. En ik raak dan ontroerd omdat mijn dochter ontroert. Snap je? Ja, dus ik sta te kijken en dan voel ik... En dan vraagt zij bij E.T. was dat ook, bij E.T. vroeg ze dan dat zo met... Dat is niet van mij, vooral E.T. Dan vroeg ze zo... En ik hoorde dan haar stem trilde al zo'n beetje. En dan vroeg ze zo bij een van de eerste emotionele scène... Papa, moet jij al huilen? En ik dacht zo... Ja! En ik vind dat schoon. Ja. Dat een film zoiets kan. Ik vind, ja, absoluut.